Nasser, jouw verhaal van deze avond. Ja, mijn verhaal van deze avond. Je had hem moeten winnen, dat zeker. Maar we weten allemaal, geschiedenis leert ons ook dat we wel eens wedstrijden waarin we zeggen van we hadden hem kunnen winnen. Dat je hem alsnog dan verliest, een of andere dwarrogoal. En dat is dan gelukkig niet gebeurd. Dus wat dat betreft is had je die angst dan of niet? Nee, die angst had ik helemaal niet. Want ik weet niet hoe de wedstrijd langs de kant was, maar voor mijn gevoel creëerde ze bijna niks meer. Tweede helft op een aantal voorzetten na waar niemand stond. Als je dat tegenover ons zet, een paar keer op de lat. Ik heb met mijn vrije trap Lexi met een hele goede kopbal. Die hij tegensteld kopt. Keeper was al aan haar aan het kijken. Dat hij dan net niet goed valt. Een paar veel voorzetten gegeven vandaag. Die dan net niet tegenaan wordt gelopen. Dus wat dat betreft hebben we wel heel veel gecreëerd. Ja, net die laatste eindpaas wat beter moet. Bezetting voor de goal waar we ook op trainen. En ook vandaag weer was gebleken dat dat beter moet. Maar nogmaals, uiteindelijk gewoon een punt. En de positieve punten meenemen. Je komt na 12 minuten op 0-1 achterstand. En dan na 5 minuten later krijg je een perfecte bal breed gelegd van Elson. En dan op de bekende Elkayati-wijze prik je hem erin. Ja, ik zag Geraldo al aan de bal komen met Becker op links. En dan weet ik dat hij 9 van de 10 keer er langskomt. Hij ging naar binnen, gaf hem goed laag voor op Elson. En ik schreeuwde al voordat Elson hem ontving van ik sta naast je rechts. Hij legde hem heel goed neer. Ik neem hem één keer aan en typisch Elkayati inderdaad zacht in de korte hoek dit keer. De mooiste aanval vond ik eigenlijk waar geen goal uit kwam. Dat was op een gegeven moment, jij steekt Becker weg, je trekt hem voor en Nesit schiet hem naast. Ja, dat was wel, dat ging echt flitsend, ja inderdaad. Alles één keer raken. Ja, als die dan valt, dan maak je weer misschien een FIFA goal. Maar goed, hij valt dan niet. Thomas Nesit, die moeten we gewoon steunen. Weet je, die heeft het een beetje moeilijk. Die wil natuurlijk zijn goals gaan maken. Werkt heel hard. Aan dat zeker geen gebrek. En daarin moeten we hem helpen. Weet je, want vandaag ook een paar keer dat hij net niet ongelukkig wel of niet op de juiste plek staat bij voorzetten die komen. Maar goed, daar moeten we aan werken. En dan komt dat wel goed. Ik zei het ook net tegen Lex. Is niet het manken op een gegeven moment dat je, of door jou of een andere speler, die spelers wegsteekt aan de buitenkant, of Hooy of Becker, dat de voorzet daarna niet altijd goed aankomt? De vervolgbal, zou ik maar zeggen. Ja, dat zeg ik inderdaad. De eindpaas, dat moet veel beter. Want de moeilijkere dingen gaan goed. Weet je, dus combineren en iemand vrij wegspelen in de diepte. Ja, de makkelijke, niet makkelijk, maar makkelijker. Weet je, een voorzet geven, die zijn er ook. En dan moet de bezetting voor de goal beter zijn. Weet je, je hoeft alleen maar te staan en in ieder geval in die 16 komen. Zodat we in ieder geval een paar kleuren van ADO in die 16 hebben. Voetbal blijft onvoorspelbaar natuurlijk. Als je aan mensen had gevraagd voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV, weten dat het NAC eraan komt, dan zegt 9 van de 10 mensen zeggen dat moet minimaal 4 punten, liefst 6 punten opleveren. Ja, wat mensen zeggen, weet je, dat moeten ze vooral doen. Iedereen mag zijn mening hebben. Als je het mij vraagt, had ik ook verwacht dat we daar in Venlo een hele lastige dag zouden krijgen. Maar alsnog misschien wel over de streep zouden trekken, vandaag ook weer. Maar goed, aan de andere kant, we winnen ook weer van de sterkere ploegen. Want ook daarin moeten we beter worden. Als spelers, als teams gewoon hier komen of uit, zoals VVV, echt enorm inzakken, dan moeten wij plotseling het spel gaan maken. Met alle respect, we hebben natuurlijk niet de 11 beste voetballers tegenover de tegenstander. Weet je, om echt het spel te maken, geen Ajax of PSV daarin. Daarin moeten we groeien. Maar goed, als we tegenstanders spelen die wel willen voetballen, ja, dan krijgen we ook onze ruimtes. Kunnen we ook gevaarlijk zijn. Ik zat naast een NOS-commentator, Andy Houtkamp. Die zei, het is een hele matige wedstrijd. Er is maar één voetballer die echt zijn niveau haalt. Dat is Elkayati. Ja, persoonlijk speelde ik inderdaad een goede wedstrijd. Heel weinig balverlies. Een paar hele goede ballen gegeven op de buitenspelers. Maar vooral ook hele goede voorzetten gegeven vandaag. Net niet tussen de keeper en de verdediger in, dat daar net niet iemand is. Want die tik je dan alleen binnen. Maar goed, uiteindelijk speel ik liever een mindere wedstrijd en winnen we. Dan op deze manier. Tot slot, een persoonlijk succesje. Je bent nu gedeeld topscorer in de Eredivisie. Ja, dat is mooi. Maar goed, hopelijk smaakt dat naar meer.